En stel, hè, er zijn dames die dan voor het eerst naar de sportschool gaan of net ermee zijn begonnen en die gaan er naartoe voor gewichtsverlies. Maar die vallen, die komen in één aan. Ja, is dat iets waar ze zich zorgen over moeten maken? Hij is een 10, maar hij skipt been omdat hij op voetbal zit. Oeh. You can't spell legendary without leg day. What up, goeie maten. We zijn nu onderweg naar Tilburg om met Nina te gaan trainen. Ik heb gehoord dat het een leg day zou worden. Ik heb er erg veel zin in. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat even. Laat ons even een blauw duimpje achter. Houd in de gaten voor een lekkere cake day met Red. Doe jij wel eens PR's? Of wat is voor jou een PR? Is dat one rep max of is dat drie keer? Ja, dat is wel, nee, wel één. Eén of drie. Nou, ik zeg je eerlijk, ik had mijn laatste PR was met squat. Dat had ik wel drie keer gedaan. Hoeveel was dat? Dat was, even denken, hoeveel was dat ook alweer? Ik zei 110 of 115 voor drie. 110 was het. Nice. Dus ik heb hem, ja. Ik doe het niet voor één, zeg maar. Dan probeer ik er altijd minimaal drie uit te halen. Twee of drie. En met sumo of met sumo deadlift? Ja, dat is al heel lang geleden dat ik dat gedaan heb, maar dat was 130. Ah, oké. Maar dat was 130 ook voor drie of zo. Maar dat is wel... Buffel, Lina. Nee, maar ik train daar niet echt op PR's. Werkelijk niet, of in ieder geval... Ik weet niet of de meeste groeimaten dat weten, maar dat is ook niet het meest bevorderlijk voor spiergroei. Als je begint met gymmen, dan kan het inderdaad wel een bijdrage aan hebben. Maar op lange termijn, jij traint al 8 jaar, ik 4, dan moet je op een gegeven moment wel andere dingen gaan doen om je lichaam beter te prikkelen. Ja. Tenzij dat je powerlifter bent, hè? Dan moet je het helemaal zelf weten, maar dat was niet mijn expertise. Mij ook niet. Maar stel voor onze vrouwelijke volgers die misschien net begonnen zijn met sporten of die nog willen gaan sporten. Wat voor tips zou jij ze meegeven hoe ze het beste kunnen gaan beginnen? Ja, allereerst echt een doel formuleren, dus echt specifiek. En ook een beetje hoe je daar wil komen, dus een beetje research doen met wat voor oefeningen je daar gaat komen. Welke spiergroep je moet aanpakken, welke oefeningen daarbij horen. En vervolgens is het belangrijkste om gewoon echt consistent te zijn en je voeding er ook een klein beetje bij te betrekken. Hoeft niet heel heftig, maar als je het een klein beetje doet, dan is je progressie in ieder geval groter. Dan maak je sneller grotere stappen. En wat bedoel je dan met een klein beetje? Een beetje eiwitten verhogen dan? Of? Ja, bijvoorbeeld je eiwit inderdaad verhogen. Dus dat je in ieder geval zorgt voor je minimale eiwitinname. Probeer je vetten natuurlijk niet te hoog te hebben, want dan kom je natuurlijk weer extra kilo's aan. Al gaat het altijd wel een beetje hand in hand met spiermassa opbouwen. Ja. Maar eiwitinname gewoon vooral hoog houden. Ja. En een beetje gewoon, lean proberen te eten, dus probeer een beetje sausjes te vermijden. Dat is in ieder geval wat ik altijd doe. Niet te vaak chips. Maar wat vind jij ervan dat de leg day vraag als iets gezien is wat voor vrouwen voornamelijk weggelegd is? Zou ik maar even... Nee, vind ik niet. Deze training is best zwaar, knapen, dus ga verder, sorry. Ik vind dat leg day niet alleen voor vrouwen is. Ik vind het net zo goed voor mannen, maar dat vind ik sowieso ook met upper body. Dat kunnen vrouwen ook net zo goed trainen, alleen ja. Tot welke mate je dat zelf mooi vindt? Tot welke mate je dat inderdaad zelf mooi vindt. Ja, want jij hebt zelf ook, je zat het natuurlijk net te vertellen, dat je wat minder upper pakt. Omdat je zelf vindt dat je eigenlijk al genoeg gegroeid bent op bovenlichaam. Ja, ik wil hier inderdaad gewoon niet meer groeien. Ik wil het gewoon onderhouden, maar ik wil niet log meer. Dus daarom dat ik ook mijn schema nou heb opgedeeld in een extra leg day in plaats van een extra upper day. Ja, juist om die focus wel hier te houden en dat ik hier niet... Ja. Voor mijn doen te vindt. Ja, want jij kijkt niet naar de week. Jij kijkt niet naar 7 dagen in de week. Jij doet gewoon 3 dagen trainen, 1 dag rust, 3 dagen trainen, 1 dag rust. Ik heb geen vaste dagen. Nee, ja, snap ik. Het is ook eigenlijk, je lichaam weet ook niet dat er 7 dagen in de week zitten. Precies. Dus, goede tip van een PT'er. You can't spell legendary without leg day. Laat een blauw duimpje achter.
Wat vind jij van jongens die benen skippen omdat ze op voetbal zitten? Niet doen, never skip leg day. Nee, hij gewoon, is een 10, maar hij skipt benen omdat hij op voetbal zit. 6. Dat zijn 4 minpunten, jongens. Kun je nog zo'n grote chest hebben, maar dat compenseert niet genoeg. Die benen zijn net zo belangrijk als je chest. Zeker. En stel, hè, er zijn dames die dan voor het eerst naar de sportschool gaan of net ermee zijn begonnen en die gaan er naartoe voor gewichtsverlies. Maar die vallen, die komen in één aan doordat ze gaan trainen. Is dat, ik weet het antwoord wel, maar wat, denk je dat is dat iets waar ze zich zorgen over moeten maken? Als je het doel is om af te vallen. Ja, uiteindelijk afvallen, maar ze komen in één aan. Omdat ze bijvoorbeeld meer vocht gaan vasthouden door trainen, spieren worden groter, gaan ook vocht vasthouden. Het, voor zowel spiermassa opbouw als afvallen is natuurlijk een andere trainingsmethode het beste. Dus ja, ik zou als je echt wil afvallen in ieder geval zorgen op genoeg cardio. En daarbij natuurlijk ook een beetje kracht om in ieder geval te shapen. Maar voeding speelt bij afvallen echt wel de grootste rol. Dus probeer gewoon... Hoeveel procent is dat van het hele plaatje? Ja, 70-80 toch wel. Dus... Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Dus probeer dat in ieder geval zeker goed onder controle te houden. En ja, trainen meenemen is natuurlijk ook super belangrijk, want daardoor verbrand je natuurlijk meer. Maar probeer vooral eens te vinden wat echt werkt voor jezelf. Want ja, iemand kan wel een bepaald programma gebruiken wat voor jou helemaal niet werkt. En dat werkt juist demotiverend. Maar je moet juist iets vinden wat voor jou werkt. En dat is een beetje binnen je comfortzone kijken wat daarin past. Ja, precies. Dat het langzamer gewoonte wordt. Ja, inderdaad. Groeimatinnen, deze was voor jullie. Blijft ook lekker. Huh? Blijft lekker. Heerlijke oefening, maar wel dodelijk. Oh. Loopt echt dat het trillen, ja? Nah, niet meer zo erg. Alleen als ik nu weer ga deadliften of zo. Wat zijn jouw top 3 oefeningen voor benen? Je bedoelt in zijn algemeenheid? Ja, gewoon voor of benen. Voor... Nee, niet alleen voor of achter, maar gewoon alles bij elkaar. Dus als je moet kiezen je top 3. Nee, squat op 1. Dan heb ik... Hip thrust op 2 en deadlift op 3. Ja, het zijn wel lekkere oefeningen inderdaad. Eigenlijk wel basic. Ja, zijn heel de drie basic. Mensen, maar... Moet je een split squat of heb je daar een haatliefde relatie? Reverse lunge. Oh, ja. Dat is echt een van mijn favorieten trouwens. Die vind ik echt heel lekker. Voor mij tegenwoordig ook, want ik kan de komende week niet meer lopen. Dus, maar ja, dat is ook mijn straf omdat ik 2 weken geen benen heb getraind. Dus train je benen groeimaten. Dat is ook zo'n klein chest gedrag. Niet gewaardeerd. Ja, groeimaten. Dit was hem dan. De enige echte leg day met... Nina, bedankt voor het meetrainen. Ik ga spierpijn hebben de komende dagen. Mocht je nou zoeken naar een leuke leg day, probeer dit even. En mocht je sportpoeder nou willen sporten, check dan even de links op www.sportpoeder.nl. En je kan ook sporter worden voor met 3 euro's per maand. Met exclusieve content, ook van de podcast die wij samen hebben opgenomen. Zie jullie later. En abonneer even. En een blauw duimpje. Ciao!